hier op de combine, maïs en combine, een volledig schizofrene wereld. Hartstikke goede opbrengst. Tussen 11 en 13 ton per hectare. Maar tegelijkertijd is er afgelopen nacht, zijn hier in Oeman, 11 drones van de Shahid drones neergekomen en ontploft. Dus ben je nu blij dat je 11 tot 13 ton opbrengst hebt? Voor een drones je om de oren vliegen. Op de boerderij van Kees Huizinga wordt deze week de vers geoogste maïs meteen verwerkt in de silo's. Dit is natte maïs. Gaat hier in de crusher, hamermolen. Achter een Oekraïense trekker uit Kharkiv. Die fabriek is trouwens gebombardeerd door de Russen. Een beetje gebrek aan mensen ook hier. Daarom gaat dit nou met één shoveltje, een klein ding, wat inefficiënt. Ik moet eens op zich rustig doorwerken, dan krijg je ook wel wat gedaan. Wordt in elk geval wel goed voer. Kees Huizinga liet twee weken geleden al zien dat hij met zijn medewerkers de varkenshouderij weer aan het opstarten is. Want alle varkens waren na het uitbreken van de oorlog verkocht. Dit is een oude koolgastrein, oude schuur omgebouwd, waar die varkens dus in staan. Dat is het mooiste dat we gewoon allemaal met. Ja, en dit is Ad. Dit is Ad. Die doet het allemaal hier. Die had biologische varkens in Frankrijk. Dus er zit wel een biologische organisatie, hoe heet het, een biologisch beetje principe achter Ad hier of niet? Ja, zover mogelijk. Zover mogelijk. Daar staat ook een oud gebouw, er wordt een nieuw dak opgezet. Moet van binnen nog verbouwd worden. Er is een oude kantine, die wordt dus afgebrand. Daar stonden vroeger koeien in, er staan nu ook varkens in. Hier hebben we een beetje de werkplaats in het watersysteem. Dobrodnja. Hier hebben we eigen waterbron. Hier watervoorraad en druksysteem. Op alle drinknippels fatsoenlijke druk zit. En hier is de werkplaats ook. Dobrodnja. Dit is een oude stal waar zeugen in zitten, die biggel. Dat is de kraamstal. Oude rommel eruit gesloopt. En ook weer met oud ijzer in oude hokjes. Nieuwe kraamhok van gebouwd. Hier van oude hokjes. Die hebben we allemaal opgeknapt. Hier in elkaar gelast. Daar hebben we die hokjes van gemaakt. Recycling heet dat inderdaad. Dat zijn beugels. Dat die zeugen de biggen niet dood liggen. Ik kan eerst een paar dagen die zeug nog even vastleggen. Dat die biggen niet doodgelegen worden. En het personeel is hier natuurlijk ook wat goedkoper. Dus hier loopt ook altijd iemand rond. Die probeert te voorkomen dat de biggen doodgelegen worden. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En ik kan me voorstellen dat het voor een Nederlandse varkensboer allemaal wat primitief lijkt. Maar het werkt eigenlijk best goed. De Nexat wordt in deze periode van het jaar vrijwel dag en nacht op de percelen ingezet. Het is nu 8 uur 's avonds. De Nexat is nog de zonnebloem aan het combinen. Maar het gaat best goed. Hij rijdt 8-9 km per uur. Het wordt straks te vochtig, of vochtig niet echt, maar dauwig, wat klam. En dan kan hij niet verder met combine. Dan laat hij de combine hier op perceel staan.
Die haakt hij af en dan rijdt hij naar de zaaimachine. En dan gaat hij verder met tarwe zaaien. Tot morgen vroeg. En dan morgen vroeg laat hij de tarwe zaaimachine staan. En dan gaat hij weer verder met combine. En daar is de combine losgekoppeld van de Nexat. Dat is binnen een paar minuten. Hij hangt daar aan. En daar ook. Aan die haak. En hier staat de zaaimachine in de schijfweg. Komt de Nexat er straks zo aanrijden. Koppelt de zaaimachine aan. Koppelt de schijfweg aan. En gaat verder met zaaien. De volgende ochtend neemt Kees een kijkje bij het maishakselen. Dit mais ongeveer 25% vocht en dan gaan naar de koeienstal. Daar maken we CCM van. Dus gewoon vochten gaat het door de hamermolen. En dan kuilen we in. Beetje veel onkruid. Hier op de combine, mais en combine, een volledig schizofrene wereld. Hartstikke goede opbrengst. Tussen 11 en 13 ton per hectare. Maar tegelijkertijd is er afgelopen nacht, zijn hier in Oeman 11 drones van de Shahid drones neergekomen en ontploft. Er is gelukkig niemand bij dood gegaan. Maar dat slaat natuurlijk ook weer helemaal nergens op. Ja, zoals alles die hele oorlog natuurlijk nergens op slaat. Dus ben je nu blij dat je 11 tot 13 ton opbrengst hebt? Voor een drone om de oren vliegen. Er staat ons nog wat, behoorlijk wat te wachten deze winter als ze op één plek zoveel drones af kunnen vuren. Het hele elektriciteitsnetwerk wordt waarschijnlijk kapot geschoten. Het wordt één grote ellende, dus echt, er moet gewoon meer steun, meer wapens, sneller, strenger, meer sancties. Als we dit laten gebeuren, dan houdt het natuurlijk niet op bij Oekraïne. En dan als je dan van die idioten hebt in Slowakije en in Hongarije, die pro-Russisch zijn, nou, dan is het einde zoek. Dus dit moet je echt met wortel en takken uitroeien. Poetin moet je vernietigen en dan van binnenuit de boel weer opbouwen. Want als Oekraïne hier en onderdoor gaat, dan gaat het uiteindelijk verder in de EU. Beginnen ze dan zo met Slowakije en Hongarije. Maar dan wordt het een volledige ramp. En dan worden de komende decennia, groeien onze kinderen op in ellende.